Op midzomer dwaalden er geesten over Schilhof. De eerste vestiging van het hof dateert vermoedelijk van rond 1600. De natuurgidsen van de Wielewuid nemen ons mee op een mysterieuze wandeling doorheen de eeuwenoude geschiedenis van dit ooit luisterrijke en feerieke hof en haar bewoners. De geest van David Joris, die bij leven en welzijn verscholen zat, hier op het hof. Zijn leer, neergeschreven in het wonderboek, werd verboden als zijnde de slechtste lering ooit gekend of gezien. David Joris vluchtte naar Basel in Zwitserland, waar zijn geest vandaag nog altijd ronddwaalt. In de 18e eeuw krijgt het hof door toedoen van baron Kloots een ander uitzicht, met de bedoeling er een klein Versailles van te maken. Architect van Bouwerscheid liet een 240 meter lang waterkanaal graven dat leidde naar deze Chinese toren, die als druktoren moest dienst doen om de verschillende fonteinen te doen spuiten. Maar kwam er ooit wel één druppel water uit deze fonteinen? Hydrotherapie kende in de 19e eeuw een opleving. Het begon allemaal in Würzburg in Duitsland, waar pastoor Sebastian Kneipp ontdekte dat water grote invloed had op de weerstand van de mens. In zijn boek Meine Wasserkur beschrijft hij gedetailleerd en rijk geïllustreerd de werkwijze voor de behandeling met water van allerlei lichamelijke kwalen en ongemakken. Baron Henri van de Werve, bijgenaamd de rare baron, was een zonderling. Hij liet bij hoog bezoek de dienstmeiden van het hof de eikenbomen van de Bellevue-dreef opboenen. Hij organiseerde voor het volk op het kasteeldomein ook een kampstrijd van schaatsenrijden. Zelfs achteruit schaatsen. Of om ter snelst de ophaalbruggen van de kasteelvijvers ophalen. Maar het ooit luisterrijke en feerieke hof kende een roemloos einde. Het kasteel werd afgebroken en het domein werd verkaveld in riante villagronden. Het park werd omgetoverd tot gemeentelijke stortplaats. Een stortplaats die nadien werd opgespoten met de zandwinning van de Antwerpse waterwerken. Wat ons vandaag als herinnering nog rest, zijn de grondvesten van het kasteel waar de geesten van Schilhof nog altijd ronddwalen. Ga met ons mee op deze mystieke wandeling doorheen de eeuwenoude geschiedenis van Schilhof en zijn geesten.